Ik kon het toch niet laten. Welkom bij het Sinterklaasjournaal van de SV Schravenland. Je bent toch niet nerveus? Nee, nou ben ik even weg kwijt. Mooie blauw in de bal. Eens even kijken of we het nog kunnen. Welkom Sinterklaas. Dank u wel. Wat fijn dat u hier bent en dat u ondanks alle perikelen toch nog de tijd heeft gevonden om bij ons te komen. Ja. Leuk hoor. En coronaproef, hè? Zeker coronaproef. Hoort erbij. Ik vind het al jammer genoeg dat de kinderen er niet zijn. Dat begrijp ik. We hebben gelukkig wel wat kinderen gevonden die vragen voor jullie op papier hebben gezet. Leuk. Het is een vraag van Lars. Lars. En Lars voetbalt bij de Smurfen. Ja. Waarom scheert Sinterklaas zich nooit? Mijn papa scheert zich altijd, maar hij heeft wel een hele mooie witte baard. Dat vind ik leuk. Groetjes Lars. Nou, het is heel simpel. Als ik hem eraf haal, dan herkent niemand mij meer. En Sepp voetbalt in de jongens onder 8-2. Ja. En hij heeft de volgende vraag. Sinterklaas, bent u wel eens verliefd geweest? Dat is een gewetensvraag, Sepp. Jazeker. Op een hele mooie señorita. Hoe is het nu met die señorita? Die is een beetje uit beeld geraakt. Hè. Dat heb je zo af en toe. Ja. Ruben wil graag weten of de Sint en Pieten van voetbal houden. Jazeker. We hebben een mooie blauw witte bal. Even kijken of we toch kunnen. En welke Pieter het hardste kan rennen? Ja, er zijn er een paar die heel hard kunnen rennen. Ja, die noemt zichzelf Lionel. Ik begrijp niet waarom. Is dat een voetballer of zo, Lionel? Fijn om te weten dat de Sint en Pieter van voetbal houden. Ja, en ook nog eens hard kunnen rennen. Dat is ook al belangrijk. Nou, de Pieter kunnen hard rennen. Hè? Ja, dat niet meer. Nee, dat zullen we. Ja. Het is wel jammer van het weer, hè? Ja. Het is weer deze Spaanse temperatuur. Of is het niks weer? En Jesse voetbalt ook in de F onderling. Ja. En Jesse wil graag weten of Sinterklaas de vader is van alle Pieten. Ik denk als ik daar ja op zou zeggen dat ik met heel veel mamas van de Pieten behoorlijk ruzie ga krijgen. En nog meer misschien wel met de papas van de Pieten. Dat Nee. Ik ben niet de vader van alle Pieten. Maar u houdt wel van ze alsof het uw eigen kinderen zijn. Maar dat is met jou toch ook zo. Als jij die kinderen hier ziet voetballen, dan zeg je toch ook, wat een scheet, ik wou dat ik ze allemaal had. Ja, het zijn allemaal ook mijn kinderen. Ja, daarom. Ja. Nou, zo gaat dat. Nou, dat was eigenlijk de laatste vraag. Dus we zijn er alweer doorheen. Nou ja, zeg, het gaat hard, hè? Nou, zeker. Ja. Maar dank u wel voor de antwoorden. Heel ik denk dat gedaan. De kinderen er heel blij mee zijn. Mooi zo. Ja, nee, wel mooi.